Goedemiddag, heren en dames. Hartelijk welkom in het Erasmus MC. De plaats waar veel gedaan wordt voor het onderzoek, maar vooral ook de behandeling van tumoren van de urologie. En dat zijn de tumoren die plaatsvinden in de nieren, in de blaas, in de prostaat, in de teelballen. Kortom, een wijde range van gebieden waar wij op werken. Met afdelingen oncologie, radiotherapie, pathologie, urologie. Kortom, een grote groep van mensen die er zijn. Vanmiddag ook om uw vragen rondom de behandeling en over alle nieuwe ontwikkelingen in deze tumorbehandeling, om die toe te lichten. We hebben daarvoor een heel prachtig panel samengesteld met een aantal voordrachten. En na elke voordracht kunt u een vraag stellen, maar ook tijdens de voordracht kunt u hem al chatten, zodanig dat die opgepikt wordt en uw vraag aan de spreker of in het panel gesteld wordt. Ik wil het panel heel graag eventjes aan u voorstellen. Het zijn vier eminente persoonlijkheden uit het Erasmus MC waar u terecht kunt, ook na deze bijeenkomst, als u onze vragen of als u uw vragen stelt op onze website en het adres wat u gekregen heeft. Ik ga eventjes van links naar rechts. We vinden hier eerst dokter Paul Verhagen. Hij is specialist in de nierchirurgie en de behandeling van niertumoren. Hij gaat u zo direct vertellen over de behandeling van met name ook de sparende therapieën, zodanig dat er veel van uw nier overblijft. Daarnaast hebben wij mevrouw Martine Volsje. Zij is verpleegkundige en zij houdt zich speciaal ook bezig met de vruchtbaarheid bij mensen die een tumorbehandeling moeten ondergaan. Dan hebben we Martijn Bustra. Hij is urologisch chirurg en houdt zich met name bezig met de prostaatchirurgie. Maar hij gaat u ook vertellen naar de aanloop van welke mensen en welke elementen er gebruikt moeten worden om tot een beslissing te komen voor operatie. En dan hebben we professor Ronald de Wit, u ook allemaal bekend. Hij is ook bekend van de DUOS, ook een website waar u goed terechtkomt voor allerlei informatie rondom urologische tumoren. En hij vertelt u over de nieuwste ontwikkelingen rondom immunotherapie. Dus u merkt, we zitten er middenin en ik geef graag van hieruit het woord aan dokter Paul Verhagen over de nierchirurgie. Dankjewel, Chris, voor de uitnodiging om hier wat te vertellen over niersparende behandeling. Een gebied waar ik me week in week uit mee bezighoud. Ik heb geen disclosures te melden. Het overzicht van mijn presentatie ziet u hier. Het gaat een klein stukje over niertumoren in het algemeen in Nederland. Een overzicht van de behandelingen die we toepassen. En dan zoom ik in op de niersparende behandeling, wat op verschillende manieren mogelijk is. En ik eindig met systemische therapie, heel kort. Voor die gevallen, dat is dan in deze fase nog experimenteel, maar voor die gevallen waarbij de tumor te groot is voor niersparende behandeling, maar als het toch noodzakelijk is, dan is het soms mogelijk om een voorbehandeling te geven met bijvoorbeeld immunotherapie, om daarna dan toch nog een niersparende behandeling uit te voeren. Niercelcarcinoom in Nederland, het is niet een heel veel voorkomende tumor. Ongeveer 2000 nieuwe gevallen per jaar. In totaal is dat 2% van het aantal tumoren wat er wordt gediagnosticeerd. En in het overzicht, wat u hier ziet, dan ziet u dat de niertumoren niet bovenaan in de ranglijst eindigen, gelukkig maar. Maar het is ook niet heel zeldzaam. Ik heb in ieder geval daar een drukke weektaak aan. De nieren die zitten best hoog achter de ribben. En die zijn hier getekend op het schema. Ze zijn verbonden met urineleiders met de blaas. De bijnier zit er vlak tegenaan, maar is een orgaan wat een heel andere functie heeft en niet rechtstreeks verbonden is met de nier. Dus dat is in dit schema te zien. Gelukkig heb je twee nieren en met één nier heb je een normaal leven. Dus als er een probleem is, een tumor in één nier, dan is er meestal geen bezwaar om die nier weg te nemen. En dan kan iemand
Gewoon een normaal leven leiden met een normale voeding, normaal drinken, normaal medicijngebruik. Het gaat soms om patiënten die maar één nier hebben of waarbij er duidelijk een nierfunctiebeperking is. En dan wordt het heel belangrijk om niet de hele nier op te offeren als er sprake is van een niertumor. Een niertumor, hoe ziet dat er dan uit? Dit is een voorbeeld van een nier die verwijderd is en doorgesneden. En je ziet dan dat er een grote bult in zit die het normale weefsel verdrinkt. En die uiteindelijk, als die groter wordt, ook die nier in de problemen brengt. Dus dat is een niertumor en daar gaat het over in deze presentatie. En een niersparende behandeling, heel simpel gezegd, komt hier eigenlijk op neer dat je een stukje van die nier afhaalt, de tumor, en dat je dus een deel, een functioneel goed deel van de nier overhoudt. Nu even een klein lesje anatomie en CT-scan, want wij kijken heel vaak naar een CT-scan om te beoordelen wat er aan de hand is. Maar ik kan me voorstellen dat niet alle mensen die deze presentatie volgen ook vaak naar een CT-scan kijken. En daarom even deze korte toelichting. Als je de nier van voren bekijkt, dan ziet hij eruit als een boon. Maar als je hem dwars doorsnijdt, dan ziet hij eruit als een, ja, als een palet van een kunstschilder, zou je kunnen zeggen. Dus dat zien we hier rechts in beeld. En bij een CT-scan kijken we naar een dwarse doorsnede door de buik. En dat zien we hier eerst in schema. En dan zitten de nieren aan de achterkant. Dus bij een CT-scan is het zo dat we van onderen naar de doorsnede kijken. Dus in gedachten moet je de voeten aan deze kant van het scherm denken. Het hoofd ver weg aan de achterkant. Je kijkt onder tegen de doorsnede aan. En dan zitten de nieren rechts en links van de wervelkolom, zoals hier aangegeven met die ovale in dik blauw. Dus dat is even de basisles CT-scan. Wat kunnen we nou doen? Wat voor behandelingen hebben we om een niertumor aan te pakken? Dan wil ik eerst even stilstaan bij ablatie. Ablatie betekent met temperatuur, dus hitte of koude, schakel je het weefsel uit, maak je er een litteken van. En een veel toegepaste manier is RFA, ofwel Radio Frequency Ablation. En dat gebeurt met een naald die de vorm heeft van een parapluutje, zoals we dat ook hier zien op de foto. En die kan met CT-geleide precies in de afwijking worden gebracht. En dan aangesloten op een apparaat waardoor die naald energie afgeeft en het weefsel verwarmt. Hier zien we nu een CT-scan waarvan we de basisles dadelijk die net gegeven is even nodig hebben. Dus we zien de doorsnede door de buik, we zien de wervelkolom en direct aan de voorkant daarvan zien we de lichaamsslagader, de aorta, die is wit. En dan voor de kijkers rechts zien we de linker nier en in die nier zit een afwijking. Kijken of ik hem zo kan aanwijzen. Hier zit een afwijking. Dit is een tumor, een kleine tumor. Waarbij het niet nodig is om de hele nier weg te halen, maar die heel goed behandeld kan worden met RFA. Bij RFA, als die behandeling feitelijk wordt uitgevoerd, dat doet de interventieradioloog, dan wordt er een nieuwe CT gemaakt. Hier is dan de patiënt op zijn buik gelegd en dan wordt er onder CT geleide een naald geprikt precies in de afwijking. En soms doen we dat ook tijdens een operatie. En daar heb ik hier een klein een filmpje van. Dus we kunnen het doen via de huid. Maar als er een belangrijke structuur in de buurt ligt van de tumor, bijvoorbeeld darm, dan kunnen we het niet zo via de huid doen, want dan zouden we een darmbeschadiging krijgen. Dus in dit geval is operatief die darm weggelegd. En zie je, hier je kijkt in de buik. Ik weet niet of ik het zo kan laten zien. Dit is de tumor, dit bolletje. Dat steekt een beetje uit de nier. Hierachter zien we de lever. Dit hier is de nier die bedekt is met vet. En we zien hier die naald, de magnetronnaald in dit geval. Die zien we met die markeringen zo in de tumor geschoven. En die geeft dan dadelijk zijn hitte af. En als dat gebeurt, dat duurt dan ongeveer 10 minuten. Zo lang mag ik niet praten, dus daarom gaan we daar niet op wachten. Maar dan zie je hem slinken
En dan blijft er eigenlijk een kleine bult over en dat is een litteken. Dus een hele elegante manier om van een kleine tumor af te komen. Hier zien we dan van het voorbeeld wat ik net liet zien het succes. Dit is de afwijking voor de RFA-behandeling. En hier zien we het erna. En dan is er wel een litteken in de nier. De nier is wat kleiner geworden. Je hebt wel iets ingeleverd aan nierfunctie. Maar in dit geval is het percutaan gebeurd. Dus je hebt geen litteken. En het is een techniek die dus voor kleine tumoren heel goed toepasbaar is. Even kijken. Hij moet... Mijn bedoeling is om verder te gaan. Ja. Dan operatief. Operatief, dat kan conventioneel open met een mes... door een groot litteken te maken. Of het kan met de operatierobot. En beide technieken komen soms van pas. Dit is een foto van een operatierobot. Dat is een hulpmiddel om bij laparoscopie de instrumenten vast te houden... en heel nauwkeurig te bewegen in de patiënt. Dus op deze... dit schema is getoond hoe je met de ouderwetse manier een groot litteken kunt maken en dan de tumor verwijderen. En met de robot maak je kleine sneetjes in de buik en dan kun je hetzelfde doen. Dus het is niet zo dat de robotoperatie een beter oncologisch resultaat laat zien. Het laat een even goed resultaat zien, maar het voordeel is dat je de buikwand niet open hoeft te snijden. Hier zien we een voorbeeld van een patiënt die maar één nier heeft. En een tumor zit daar centraal, middenin. We zien hem hier in het vooraanzicht. We zien links geen nier en rechts zien we er wel één. En deze nier is met een open operatie verwijderd. De tumor is met een open operatie verwijderd, maar de nier niet. Dus het, zelfs in dit geval lukt het om niersparend te behandelen. En deze grafiek die laat dan de nierfunctie zien. En dan zien we dat het in het begin bij de operatie wel minder geworden is. Maar daarna in de loop van de jaren heel stabiel blijft. En dit is een CT-scan na een paar jaar. En dan zie je dat die nier het goed heeft overleefd. En dat er ook geen nieuwe tumor in is ontstaan. Dus dat vraagt wel een flinke behandeling. En we hebben de hulp nodig van de nefroloog voor het geval die nier tijdelijk uitvalt. Maar het is wel mogelijk. Als de tumor iets minder groot is, dan kan het ook operatief behandeld worden met de robot. Daar zien we hier een klein filmpje van, waarbij je moet voorstellen dat hier beneden in beeld de nier zit. En hierboven, met vet overdekt, zit de tumor. En hier wordt het verzamelsysteem geopend van de nier. Dus we zien die instrumenten die in de console bediend worden. En dan heel nauwkeurig, millimeter voor millimeter, kunnen we dan de tumor eruit knippen. En dat kan soms het voordeel hebben. Dus bij de RFA is die marge best wel fors. Dan moet je toch rekenen op ongeveer een centimeter hitte, waardoor je ook nierfunctieverlies kunt hebben. Of waarbij je misschien belangrijke structuren van de nier kunt beschadigen. Terwijl je met een operatief, met de schaar, kun je heel nauwkeurig langs bijvoorbeeld de arteria renalis knippen. En hem niet kapot maken. Dus dat zijn allemaal ontwikkelingen. Maar we kunnen niet alles. Hier zien we een voorbeeld van een CT-scan met een tumor. Die zit in de nier. Dus hier dus de buitenkant van de nier. Het is een rechternier. We kijken weer onder tegen de doorsnede aan. Dit is tumor. En die tumor die heeft een uitloper die helemaal doorloopt tot in de onderste holle ader. Die hier zit. En de andere nier die is weg. Want deze patiënt had ook een tumor aan de andere kant. Een aantal jaren eerder. En deze situatie kunnen we niet oplossen met een operatie, niet met de robot. We kunnen wel de nier weghalen, maar dan is alle nierfunctie dus verloren. Dus om dat op te lossen zijn er andere ontwikkelingen nodig en die zijn er ook gelukkig. Dus we zien, als ik het samenvat, dit is mijn laatste dia, dan zien we dat de indicaties voor robotchirurgie opschuiven. Dan zien we een nieuwe ontwikkeling met het emboliseren van niertumoren door radioactieve partikels. Heb ik het niet genoemd in mijn presentatie, maar dat is een ontwikkeling die in opkomst is. Er zijn ontwikkelingen in de systemische therapie. Daar gaat professor De Wit u vanmiddag nog over vertellen. En dat wordt ook toegepast bij niertumoren.
En er zijn voorbeelden waarbij dat goed aanslaat en dat daardoor een tumor kleiner wordt, waardoor een niersparende behandeling mogelijk wordt. Dus ik zie de toekomst als toenemend een combinatiebehandeling, waarbij een operatie kan worden gevolgd door immunotherapie, of waarbij er bijvoorbeeld eerst immunotherapie wordt gegeven, gevolgd door een operatie. En deze ontwikkelingen maken een intensieve samenwerking tussen de verschillende specialisten noodzakelijk. En dat is natuurlijk de uroloog, interventieradioloog die over de RFA gaat bijvoorbeeld, de interniste-oncoloog die over de systemische therapie gaat, en de radiotherapeut, ook die heeft soms een rol bij de behandeling van niertumoren. Dit is mijn presentatie, dank u wel. Hartelijk dank, Paul. Geweldig interessant om te zien wat voor mogelijkheden er zijn chirurgisch. We hebben 67 mensen aan de lijn. En er zijn ook van tevoren al vragen binnengekomen. Er komen op dit moment ook vragen binnen via het handopsteken, die functie. En ik zal onze technisch leider vragen of wij die mensen die hun hand op hebben gestoken zo direct ook het woord kunnen geven. Het was even een kleine vraag, Paul. Wanneer beslis je nou om ablatie te doen voor een kleine tumor en wanneer beslis je nou om een operatie te doen? Goede vraag. En niet een vraag waar één antwoord op mogelijk is. Dus we kunnen patiënten informeren, want heel vaak kan het allebei. Het verschil is, een operatie is meer invasief. Het kan alleen met volledige narcose. Je ligt een dag of twee in het ziekenhuis als dat met een robot kan. En als het open operatief is, een kleine week. Terwijl de ablatie, dat is een korte opname, vaak één overnachting in verband met pijn. En je hebt geen litteken. Dus dat heeft eigenlijk belangrijke voordelen. Eén punt is, het kan niet altijd. Als er een essentiële structuur in de buurt ligt, dan kan het niet. En een ander nadeel is dat die ablatie, die haalt niet het hoge percentage succes wat een operatie haalt. Dus de succeskans, de radicale behandeling, dat je zeker weet, alles is eruit en dat het niet meer terugkomt, die ligt bij een operatie rond de 95% en bij een ablatie rond de 80%. Dus die verschillende argumenten, die moeten we met patiënten bespreken, moeten uitleggen. Dit kan. Maar dan bijvoorbeeld bij een ablatie is de controle erg belangrijk. Want als je niet radicaal bent geweest, dan weet je dat niet meteen. Die afwijking wordt natuurlijk verhit en hij gaat krimpen. Dus als je na 3 maanden kijkt, dan denk je, nou, we zijn goed bezig geweest, we zien bijna niks meer terug. Maar dan kan het na 6 maanden of na 1 jaar blijken dat je toch niet radicaal bent geweest en dat er weer groei is van tumor. Dus die langdurige controle is belangrijk. En je moet het dus ook kunnen accepteren dat je zegt, oké, 20% kans dat het alsnog, dat er nog een tweede ablatie nodig is, of misschien alsnog een operatie. Heel duidelijk. Kan de techniek meneer AA7BE het woord geven? Is dat mogelijk? Vraag je nog in de Q&A binnenkomen? Dus textueel. Oké. Dus we horen hier meneer of mevrouw AA7BE, als u een vraag heeft, geef hem eventjes over de chat, typ hem even in. En dan kunnen wij hem allemaal lezen en dan kan die ook beantwoord worden. Er zijn al vragen binnengekomen via de chat en die komen ook terecht bij de sprekers die ze kunnen adresseren tijdens hun praatje. Paul, hartelijk dank. Ik zie geen andere vragen over het onderwerp binnenkomen, maar u ziet dus, er zijn goede chirurgische mogelijkheden voor kleinere en meer complexe tumoren. En daarbovenop zijn er ook nog mogelijkheden die we met de oncoloog bespreken om systemische behandeling te geven, oftewel nieuwe therapieën om niertumoren of uitgezaaide tumoren te behandelen. We gaan over naar de volgende zeer sportieve persoon, want voor de tak van sport van robotchirurgie, daar heb je wel wat training voor nodig. En dat is collega Martijn Bustra. Dankjewel, Chris, voor deze mooie introductie. Het onderwerp is natuurlijk nieuwe ontwikkelingen. Maar dat is altijd een beetje lastig. Misschien dat u nu ingelogd bent als patiënt die net te horen heeft gekregen
dat er een diagnose van prostaatkanker is gesteld. Of misschien belt u in terwijl u net een naaste heeft die dat te horen heeft gekregen. En dan beland je ineens in een wereld waarbij je overladen wordt met een hoop informatie. En dan is eigenlijk alles nieuw. Dus dan is de vraag, wat is nou nu belangrijk? En wat zijn de ontwikkelingen van nu die voor mij belangrijk kunnen zijn om mee te nemen naar de dokter om te bespreken? En daarom heb ik twee onderwerpen uitgekozen om met u te bespreken. Maar dan moet ik wel even zorgen dat de juiste presentatie... wordt geladen. Zoals eigenlijk in de introductie al gezegd is, ik ben dus uroloog, maar ook prostaatkankerspecialist en robotchirurg. En de onderwerpen die ik heb uitgekozen, die hebben te maken met vragen die ik eigenlijk elke week in mijn spreekuur voorgelegd krijg. Het gaat over PSMA-scans en weefseluitslagen bij mensen die te kampen hebben met prostaatkanker. De PSMA-PET-scan, daar is heel veel over gezegd in het nieuws. Als er op prostaatkanker wordt gezocht, wordt gegoogeld, dan kom je eigenlijk ook altijd informatie over de PSMA-scan tegen. PSMA is een eiwit. Dat eiwit zit op het jasje van de tumorcellen van prostaatkanker. En daarmee kun je eigenlijk prostaatkanker herkennen. Veel prostaatkankercellen hebben dat PSMA-eiwit op de buitenkant van die cel zitten. En je kan met radioactiviteit kun je die eiwitten zichtbaar maken. Daar maakt de PSMA-PET-scan gebruik van. En als er dus tumorcellen zijn, dan zullen veel prostaatkankercellen zichtbaar worden, omdat ze dat eiwit bij zich dragen. En nu is het zo dat we die scan eigenlijk sinds zo'n beetje 5 jaar kennen. En ik denk dat die scan misschien sinds 2-3 jaar... steeds vaker standaard wordt toegepast. Maar de hoge verwachtingen van deze scan zijn soms verwarrend. Zo'n PET-scan is bedoeld om te kunnen zien of er sprake is van uitzaaiingen of niet. Dat is eigenlijk de essentie van die scan. En op het moment dat dan de uitslag is dat die scan gunstig is, namelijk geen uitzaaiingen, dan is dat natuurlijk prachtig nieuws. En toch is die scan niet dat wat we zouden elke cel zichtbaar willen kunnen maken, maar dat kan ook deze scan niet. We weten dat die scan afwijkingen van 3 tot 4 millimeter nog niet kan laten zien. Dus het is weliswaar standaard geworden en veelbelovend. En de meest precieze scan, zeker bij mensen die al een keer behandeld zijn voor prostaatkanker, maar waar toch blijkt uit bloeduitslagen dat de tumor terugkomt. Dat is vaak de situatie waarbij we sinds ongeveer 5 jaar die scan toepassen. Maar ook al heb je een beetje meetbaar PSA in het bloed, dan kan het zijn dat je nog steeds niks ziet op de scan. Dus vaak moet je het geduld opbrengen om de waarde in het bloed iets te laten oplopen en dan pas die scan te doen. Omdat dan de kans wat groter is dat je op die scan iets zichtbaar gaat krijgen. Dit is zo'n voorbeeld. Wit is bot. Het is eigenlijk een CT-scan en de PET-scan is daar overheen gelegd. En je ziet het eigenlijk als een soort lampje oplichten. Maar dan zien we eigenlijk twee afwijkingen op dit plaatje. In het gebied van de prostaat, die eigenlijk tussen de botten van het bekken zit, zie je een lampje. Dus in deze prostaat zit prostaatkanker. En deze tumor heeft kennelijk dat PSMA-eiwit bij zich. En dat is prettig dat het zo duidelijk oplicht, want dan weten we dat die tumorcellen ook makkelijker herkenbaar zijn. Ook als er een uitzaaiing zou zijn. In dit geval zien we een plekje, ook op een plek waar dat helemaal niet hoort. Een lymfklier ergens tussen de spiertjes van het bekken zitten. Daar zouden we met andere scans nooit achter zijn gekomen. Het is ook een beetje een onlogische plek. Het is wel zo dat PSMA plakt dus aan een... Je kan een radioactief middel zodanig ombouwen dat het plakt aan dat PSMA-eiwit. En daardoor kun je dingen ontdekken. Maar uiteindelijk plas je het ook uit. Dus wat we hier zien, dat grote bol, maar dat is gewoon de blaas gevuld met datzelfde stofje.
Ook hier zien we naast de blaas waarschijnlijk een lymfklier waar uitzaaiingen in zitten. Tumorcellen van prostaatkanker. Zo kan je ook bijvoorbeeld in een bot een uitzaaiing opsporen in een vroege fase. Je ziet een vrij groot lampje in deze wervel. In de praktijk kan het best zijn dat de grootte van die uitzaaiing kleiner is, maar dat er zoveel activiteit is dat het lampje heel erg fel brandt en daardoor lijkt het groter. Dit zijn de beelden die wij bespreken met de patiënten. Maar het is wel zo dat wij als urologen en radiologen en nucleaire geneeskundigen hebben moeten wennen aan dit soort scans. Want soms word je voor de gek gehouden. Soms kan zo'n scan ook afwijkingen laten zien die helemaal niet erg zijn. Als je net gevallen bent en je hebt wat pijn aan een rib, gekneusde rib, dan kan dat op zo'n scan ook een rood lampje opleveren. En dan schrik je. Dus je moet altijd even kijken, wat is er de afgelopen tijd gebeurd? En als er een afwijking is, kan ik het misschien verklaren met iets anders. Maar belangrijk is eigenlijk om te realiseren, we hebben weliswaar een heel gevoelige scan die in vroege fase kleine uitzaaiingen kan ontdekken die we voorheen helemaal niet konden opsporen. Maar het is ook zo dat nog heel veel kleine afwijkingen niet worden gezien met een scan, dus het geeft geen 100% zekerheid. En het is ook wel zo dat we tegenwoordig weten, ook al zijn er uitzaaiingen, betekent niet dat er ineens niks meer mogelijk is. Juist in deze tijd hebben we geleerd dat ook mensen met hele kleine of hele beperkte uitzaaiingen, dat we die vaak nog plaatselijk kunnen behandelen, waardoor het toch voor een groot deel in de kiem wordt gesmoord. En dat is dus belangrijk nieuws voor eigenlijk patiënten in elk stadium van de ziekte. Dus dat is één onderwerp wat ik wilde bespreken, de PSMA-scan. En iets anders is in een andere fase. Zoals gezegd, ik ben iemand die robotchirurgie toepast. Ik zie dat er een vraag is. Ja, dit is een kleine vraag. Je liet net zo'n PSMA-scan zien met van die gele lampjes daarin. En beslissen jullie nou samen met de radiotherapeut welk lampje door wie behandeld wordt? Zo'n situatie kan voorkomen. Dus het is zo dat een PSMA-scan kan gemaakt worden in twee situaties. Ofwel, er is net nieuw prostaatkanker ontdekt en je wilt weten, zit het alleen maar in de prostaat of zit het misschien toch ook al op andere plekken? Of het kan zijn dat er al behandeld is, maar prostaatkanker komt terug en dan doe je een scan. In beide situaties kan het zo zijn dat je dus niet alleen maar in het gebied van de prostaat gaat behandelen met een operatie of met bestraling, maar het kan ook zijn dat je als er kleine afwijkingen zijn in de buurt van de prostaat, dat je bijvoorbeeld, als er gekozen zou worden voor bestraling, dat je ervoor kiest om ook die afwijkingen in die lymfklieren mee te bestralen. Het kan ook zijn dat je zegt, nou, het zit op een lastige plek waar je liever niet bestraalt, we gaan liever opereren. En dan opereer je bijvoorbeeld, dan haal je de lymfklieren weg. Dan zul je wel ervan uitgaan, misschien is er meer aan de hand dan dat ene afwijkingtje. Dus het kan zijn dat ofwel de radiotherapeut of de uroloog, de chirurg, besluit om niet alleen die ene afwijking weg te nemen, maar ook omgevend weefsel, om eventueel hele kleine afwijkingen die nog niet zichtbaar zijn, ook mee te kunnen behandelen. Ja, dus het is eigenlijk altijd een besluit wat je doet in overleg met collega's. Dan, weefseluitslag. Als wij opereren, dan haal je weefsel weg. De prostaat kun je radicaal verwijderen, dan haal je de prostaat in zijn geheel weg, samen met de zaadblaasjes die daar aan zitten. En soms kies je ervoor om ook lymfklieren te verwijderen als je denkt dat er een kans is dat er misschien microscopische uitzaaiingen in die lymfklieren zitten. Dat weefsel haal je weg met als doel om te genezen. Je hoopt de patiënt te genezen. En dat is in een aantal fases een beetje spannend, ook al voor mij als behandelaar. Ja, je moet ervoor kiezen, je wil aan de ene kant radicaal zijn en zo groot mogelijke kans op genezing. Maar ik wil toch het liefst ook dat ik met mijn behandeling mensen niet een hele grote kans geef dat ze incontinent worden door mijn operatie of impotent. Dus je wilt graag met maximale zekerheid op genezing toch zo min mogelijk schade berokkenen. Nou, we hebben een techniek in de Anse Kliniek waarbij we de prostaat radicaal verwijderen, maar we gaan echt rakelings langs de grenzen van de prostaat. En om die prostaat heen zitten zenuwbundels geplakt die nodig zijn aan de ene kant om die seksualiteit te laten functioneren en ook om de kans op incontinentie zo klein mogelijk te maken. Als je die zenuwen dus
van de prostaat afpelt, heb je meer kans dat iemand goed herstelt van zijn operatie en sneller. Maar dan ga je zo rakelings langs de prostaat, dat als de tumor aan de rand zit van waar je net gesneden hebt, dan kan het zijn dat je toch niet alles weghaalt. Nou, we kunnen tijdens de operatie de patholoog vragen, kijk even mee. Op de plek waar we die zenuwbundel van de prostaat hebben afgepeld, willen we graag weten, zit de tumor in dat snijvlak of niet? Zit het in het snijvlak, dan kan het zijn dat ik toch iets achter heb gelaten en dan kan ik achteraf toch nog wat extra weefsel weghalen. Dat heeft ertoe geleid dat wij in heel veel gevallen veel vaker zenuwsparend zijn gaan opereren dan dat we dat voorheen konden doen. Even kijken hoor. Dat wordt hier geïllustreerd in deze plaatjes. De prostaat, als die eruit gehaald wordt, dan wordt die doormidden gesneden. En dit is zo'n dwarsdoorsnede. En die zien we aan één kant is heel erg zenuwsparend geopereerd en is het oppervlak van de prostaat heel glad en rond. En aan de andere kant is juist, daar wisten we van tevoren, daar zit veel tumor. Daar kun je maar beter van tevoren al wat meer afstand nemen. Dus daar zien we dat er een hoeveelheid weefsel aan vastgeplakt zit. En daar zitten die zenuwbundels in. En als ik hier toch rakelings langs was gegaan, dan was misschien op deze plek hier, was ik misschien door de tumor heen gaan snijden. Toch is het zo dat je van tevoren niet 100% zeker kunt zeggen waar die tumor zit. Dus vandaar dat je toch altijd even aan de linkerkant en de rechterkant, als je er rakelings langs bent gegaan, de patholoog vraagt voor een snel onderzoek. En in een half uur, drie kwartier krijgen we dan de uitslag doorgebeld terwijl we aan het opereren zijn. En dan weten we, moeten we iets extra's weghalen of niet. Toch is dat zo, dan krijg je dus een uitslag. En toch heb ik zelf dan nog geen zekerheid, want er wordt alleen maar gekeken op de plek waar die zenuwbundel heeft gezeten. Als we de hele prostaat zouden nakijken, dan zouden we een dag moeten wachten, minstens. En dan hebben ze een snel onderzoek gebruikt, wat misschien wat minder precies is dan het gebruikelijke standaardonderzoek. Dus vandaar, dat snel onderzoek geeft ons snel een beeld, was het veilig of niet. Maar de definitieve uitslag horen we dan pas een week later. En dan weten we of alle snijvlakken schoon waren. En dan weten we ook, waar zat het nou precies? En wat was het voor tumor? Was het inderdaad die niet-agressieve tumor? Of was het toch een agressievere dan dat we van tevoren hadden kunnen inschatten? En dat geeft ons wat informatie om de patiënt te kunnen vertellen van, ja, wat zijn de toekomstverwachtingen? Zijn er nog aanvullende behandelingen nodig in de toekomst? Vaak niet, maar soms is er iets nodig om de kans op genezing groter te maken. Maar zoals gezegd, dat snelonderzoek is in drie kwartier bekend. En tijdens de operatie kunnen we dan nog technieken toepassen om nog iets extra's weg te halen. Maar de definitieve uitslag, vaak weten we die pas na 1 of 2 weken. En zelfs dan hebben we die extra informatie. Maar het PSA, dat hoort nul te worden. Er is geen prostaat meer wat PSA maakt. En prostaatkankercellen zijn er als het goed is ook niet meer. Die kunnen ook PSA maken. Dus het PSA hoort nul te zijn. Dat duurt een paar weken voordat dat uit het bloed weg is. Dus je moet niet meteen na de operatie PSA meten, dat heeft geen zin. Dus zo'n 4 tot 6 weken na de operatie meten we dat PSA in het bloed. En dan, dat is dus ook weer zo'n spannend moment. En eigenlijk is het dan pas, weet je, als patiënt, of het een beetje, en als uroloog, weet je een beetje of het echt gelukt is. Natuurlijk is het zo dat je dat PSA gedurende zelfs 10 jaar blijft controleren regelmatig. Uiteindelijk 1 keer per jaar. Altijd weer even een spannend moment. Maar die eerste meting is toch wel essentieel. En dat brengt ons gelijk bij de titel. Is een snelle weefseluitslag nou eigenlijk gewenst? Wat eigenlijk gewenst is, is een hele nauwkeurige uitslag. Waarbij tot op de details is gekeken. Waar hebben we nou precies mee te maken? En het blijkt dat als patiënten weten, oh ja, er zijn verschillende aspecten van zo'n uitslag die voor mij van belang kunnen zijn. Dan is het ineens wat makkelijker om daarmee geconfronteerd te worden, dat nieuws stapsgewijs wordt gebracht. En zelfs is het zo dat mensen het op prijs stellen dat ze pas aan het eind alle informatie tegelijk horen. Daar hebben wij als centrum een beetje mee geworsteld. We hebben een periode gehad dat mensen graag zo snel mogelijk de volgende dag alle uitslagen willen. Maar de praktijk blijkt dat is wel heel veel informatie voor iemand die net is geopereerd en nog aan het bijkomen is en nog een katheter heeft. Dus in de praktijk is eigenlijk dat het misschien wat beter is om het stapsgewijs te doen, al was het alleen maar omdat het lang niet altijd meteen consequenties heeft, meestal niet. Dus ik denk eigenlijk, en dat hebben we ook wel gehoord van patiënten, dat een stapsgewijze uitslag, of soms een uitstel tot een volledige uitslag,
soms beter is. Maar misschien zijn er reacties in de chat. Daar wilde ik het zelf bij laten. Bedankt voor uw aandacht. Ja, dankjewel Martijn. Die hebt ons inderdaad mooi laten zien. Met alle luisteraars en kijkers. Hoe technisch vernuftig het er tijdens een operatie aan toe gaat. Zo'n neurosafe-procedure, zo'n snijprocedure tijdens die operatie, dat is een heel intensief geheel. Het is een Formule 1-team die even heel snel de banden moet wisselen, maar heel veel tegelijk moet doen. Is zo'n ingreep, zo'n techniek nou nodig voor iedere patiënt? Het is fijn als je weet dat het team wat een behandeling gaat uitvoeren, dat een geoliede machine is. Dat het dagelijkse kost is. Want dan weet je, iedereen is op elkaar ingespeeld en ook de operateur is ervaren. Heeft heel veel verschillende varianten voorbij zien komen. Weet hoe hij zich moet aanpassen als er iets ineens, dat je iets geks tegenkomt tijdens een operatie. Dus als het gaat om toe te passen techniek, is het mooi als je een ervaren iemand hebt. En je ziet in de wereld dat steeds vaker gekozen wordt om gewoon alleen die robottechniek toe te passen. En dan zie je dat het in grote centra gebeurt en dan zie je dat daar ook mooie resultaten uit voortvloeien. En natuurlijk is het zo dat er mensen die dat vanaf heel jong al hebben geleerd om met een grote snee een grote operatie uit te voeren, ook die, waar uiteindelijk naar de ervaring van honderden en honderden patiënten geopereerd hebben, heel handig geworden met goede behandelresultaten. Maar dat kostte best een lange learning curve, zoals ze dat noemen. Dus ik denk dat waar wij met kijkoperaties van elkaar kunnen leren, wij kijken van de grootte der aarde van hoe je op details kunt gaan letten. En zo hebben we met elkaar veel sneller geleerd om goed te worden. Dus kijkoperaties hebben sowieso dat grote voordeel. We kunnen met elkaar veel sneller dingen leren zonder meteen de patiënt als een soort proefkonijn te hebben gebruikt. Nee, het is echt, je hebt meteen al de ervaring van vele anderen. Dus kijkoperatie yes. En robotchirurgie blijkt een techniek die gemakkelijk aan te leren is. En is ook een beter platform voor toekomstige technieken. Want er komt nog een hoop aan. Technieken die gekoppeld zijn aan die robotchirurgie. De techniek gekoppeld aan bijvoorbeeld die scans die getoond zijn. Not. Martijn, je geeft aan dat het succes van de operatie samenhangt met hoe vaak je zoiets doet. Maar hoe weet je dat als patiënt? Is er een bepaald criterium voor prostaatchirurgie, blaaschirurgie, nierkankeroperaties? Hoeveel procedures je per jaar moet doen om te mogen zeggen van ik heb het in mijn vingers? En is het zo dat de patiënt daar gewoon naar kan vragen bij zijn uroloog? Jazeker, daar zijn getallen over bekend. Blijft altijd lastig. Je hebt altijd wat handigere en minder handige mensen. Dus de een heeft iets sneller onder de knie dan de ander. Maar we zeggen over het algemeen dat als iemand 250 ingrepen gedaan heeft, 250 mensen voor prostaatkanker heeft geopereerd, dat zo'n beetje het moment is dat je door je learning curve heen bent. Dus wij als operateurs en het ANSER hebben allemaal dat getal ruimschoots overschreden. Maar natuurlijk is het zo dat ook wij nadenken over wat als iemand dat moet gaan leren. Hoe ga je dat doen? Dat toch verantwoord gaat. Dus ook dan weten we dat als je zo iemand laat begeleiden door de ervaren mensen die dat getal van 250 al lang hebben gezien, dan kun je dat heel verantwoord doen. En een prostaatoperatie is een operatie die je heel goed in fases kunt knippen. Er zijn onderdelen die echt lastig zijn, die je misschien pas moet gaan doen als je alle andere stappen onder de knie hebt. En zelfs wat wij ook zullen gaan starten met het andere collega's dat leren. Dat gaat een keer gebeuren. Maar daar bestaan hele mooie leerpaden voor, waarbij die mensen ook kunnen steunen op alle ervaring van de ervaren operateurs. Goed, hartelijk dank. Het is duidelijk dat fijnzinnigheid in de chirurgische technieken, zoals Paul en jij die toepassen, dat het heel erg belangrijk is en dat je dat vaak en veel doet. We gaan over naar de volgende spreker. Niet dan nadat ik nog eventjes heb benadrukt natuurlijk dat techniek in deze heel erg belangrijk is en wij ons technisch team ook even kunnen bedanken voor de goede opzet van deze module, waarvan we hopen natuurlijk dat in de toekomst we veel mensen kunnen toelaten voor vragen en informatie geven over ontwikkelingen. En dat kan dan ook niet anders dan dat we gesteund worden af en toe door geldschieters van buiten, zoals in dit geval Ipsen Pharmaceutica.
Ronald, jij gaat het hebben over immuuntherapie. En er zijn verschillende vragen binnengekomen over immuuntherapie. Je hebt ze gelezen. En we gaan kijken, want immuuntherapie in blaaskanker zit zowel in de blaas als bij processen die vanuit de blaaskanker buiten de blaas zich bevinden. Aan jou het woord om te vertellen wat die ontwikkelingen zijn. Dankjewel, Chris. Ik moet eventjes kijken of ik nou in het... Dit is toch weer een ander scherm dan toen straks. Ik ben even het spoor kwijt. Hoe kom ik op mijn show? Deze presentatie afsluiten. Even recht boven naar het kruisje. Ja, die zie ik hier wel. Schitterende muis. Oké. Ja. Oké. Ja. Ontwikkelingen blaaskanker. Laat ik maar meteen naar de volgende dia toe gaan. Om het een beetje duidelijk te kunnen vertellen, heb ik het opgesplitst. Ik ga het met jullie hebben over uitgezaaide blaaskanker. En dat is eigenlijk, als je over blaaskanker praat, dan heb je het over blaaskanker van de blaas zelf. Maar je hebt het ook eigenlijk over de binnenbekleding van de hogere urinewegen. We hebben het over spierinvasieve blaaskanker en we hebben het over niet-spierinvasieve blaaskanker. En dan de twee behandelmogelijkheden met medicijnen en dat is chemotherapie en dat is immunotherapie. Nou, als we het dan hebben over uitgezaaide blaaskanker, dan denk ik dat met de recente studieuitkomsten die zijn gebracht in 2020 met name, dat je toch niet anders kon concluderen dat chemotherapie is een effectieve behandeling en het blijft toch de hoeksteen. Immunotherapie is niet beter dan chemotherapie en het voegt ook niet toe aan chemotherapie. Ik heb ervan afgezien om allemaal overlevingscurves te laten zien van de verschillende studies. Ik denk eigenlijk dat dit gewoon een hele korte en realistische samenvatting is, een conclusie. Er lopen nog wel studies in de diverse centra waarbij die immunotherapie wel degelijk wordt toegevoegd aan met name nieuwere chemotherapie. Dus dat geeft wel extra kansen voor patiënten die daarin geïnteresseerd zijn. Maar op dit moment is chemotherapie als de eerste behandeling bij uitgezaaide blaaskanker nog steeds de standaard. Immunotherapie heeft wel een vaste plaats gekregen als tweede lijn. Dat wil zeggen na eerdere chemotherapie. Even als uitleg, wat is nou chemotherapie en wat is nou immunotherapie? Chemotherapie is niks anders dan een giftige stof toedienen. Of meerdere verschillende giftige stoffen toedienen. Kankercellen, dat zijn eigenlijk zieke cellen. Ze delen wel, maar ze zijn kwetsbaar. Ze kunnen niet goed tegen die chemotherapie. En de gezonde cellen hebben er wel wat last van, maar die herstellen zich wel weer. Wat immunotherapie doet, is iets heel anders. Immunotherapie maakt gebruik van je eigen afweercellen. De eigen afweercellen in ons bloed, die we hebben om ons te beschermen tegen bacteriën, virussen en schimmels. Maar die horen ons eigenlijk ook te beschermen tegen afwijkende eigen cellen. Maar dat lukt niet altijd, want ze herkennen het niet. Want dat zijn wel lichaams-eigen cellen. Hoe afwijkend ze misschien ook zijn. En wat we met immunotherapie doen, en dat is doorgaans ook per infuus, en dat is doorgaans ook eens per 3 weken, net als die chemotherapie, is dat we een bepaalde medicijnen toedienen die afweercellen helpen om alsnog kankercellen te herkennen. Dat is immunotherapie. Het is ook een heel ander bijwerkingenpatroon dan chemotherapie. Chemotherapie is de misselijkheid in de haaruitval en de weerstandsvermindering. En de immunotherapie, dat is eigenlijk een behandeling die over het algemeen goed verdragen wordt, maar die veel meer de kans geeft dat patiënten door die geactiveerde eigen afweercellen misschien ook andere weefsels gaan irriteren. Dat je een ontsteking krijgt van je schildklier of van je lever of van je darm. En dat zijn de bijwerkingen van de immunotherapie. Nou, die immunotherapie wordt niet in elk ziekenhuis gegeven. En dat hangt dan ook samen met die bijwerkingen. Dat zijn voor ons toch betrekkelijk nieuwe bijwerkingen. Die reacties van die afweercellen op andere organen.
daar moet je ook mee leren omgaan. Dat is eigenlijk net als met opereren, is dat toch, je moet dingen dagelijks doen om het goed in de vingers te krijgen. En ook ten aanzien van de behandeling met onze medicijnen geldt eigenlijk hetzelfde als die operatiecriteria. Er zijn wat we noemen zonkersnormen. Dat zijn landelijke afspraken. Hoe vaak moet je iets doen om het te mogen doen? En dat zijn heel vaak zijn dat criteria met betrekking tot aantallen. Aantallen patiënten. En de zorgverzekeraars die houden dat vaak wel in de gaten. En die sluiten geen zorgcontract af met een ziekenhuis, wat dat gewoon veel te weinig doet. En je moet daar denk ik als patiënt ook gewoon aan vragen. Hè? Want dokter, is dit nou iets wat u dagelijks doet? Die zonkersnormen die kunnen jullie vinden. Daar zijn echte websites, die zijn toegankelijk voor patiënten. En Chris heeft het bij de introductie al even genoemd. Ik ben betrokken bij de Stichting Duos. Dat is een netwerk van een aantal ziekenhuizen in Nederland die echt affiniteit hebben bij de behandeling en bij onderzoek bij patiënten met urologische kankers. En daar vindt u ook heel veel terug op die criteria en op die studieuitkomsten en op de lopende studies. En dat is www.stichtingduos.nl. Nou, dan gaan we even verder. Wat betreft die immunotherapie, ik heb gezegd niet in plaats van chemo, niet met chemo, wel na chemo als de ziekte terugkeert. Maar wat we geleerd hebben, dat is dat er in 2020 een onderzoek is gepresenteerd waarbij patiënten die behandeld werden met chemotherapie en waar die chemotherapie tenminste een stilstand van de ziekte veroorzaakte, dat die eigenlijk direct aansluitend een behandeling met immunotherapie kregen. En dat is een behandeling die door de Europese Commissie zojuist is goedgekeurd. Dat duurt dan altijd wel weer een aantal maanden voordat het in Nederland ook beschikbaar komt. Maar binnen de Duos, binnen dat Nederlandse netwerk, zullen 10 ziekenhuizen waarschijnlijk wel op korte termijn die behandeling gaan onderzoeken, door met name te kijken van hoe lang moet dat. In die studie die in vorig jaar is gepresenteerd, was het eigenlijk doorgaan met die immunotherapie elke 2 weken per infuus dan voor dat bepaalde middel. En wat we nu willen onderzoeken is van, ja, hoe is het nou als je het maar 6 maanden geeft? En je kunt altijd weer herbehandelen als de ziekte terugkeert. Dus dat is een nieuwe ontwikkeling die in de loop van dit jaar ook echt zijn intree gaat doen. Nou, dan wat betreft de spierinvasieve blaaskanker. Daar zijn natuurlijk van oudsher de behandelingen, het opereren, het wegnemen van de blaas, of het bestralen. En we weten dat het effect van die bestraling groter is als je daar ook chemotherapie aan toevoegt. En die chemotherapie die geef je dan eigenlijk niet om direct zelf kankercellen te vernietigen, maar die chemotherapie die geef je dan om het effect van de bestraling te vergroten. Je maakt die kankercellen dan gevoeliger voor het effect van de bestraling. Dat noemen we chemoradiatie. Nou, wat we ook weten, dat is dat chemotherapie voorafgaande aan die operatie of die chemoradiatie, dat dat ook een stukje extra genezingskans geeft. Hè? Want dan bestrijd je wel echte kankercellen en dan hoop je dat je de hele kleine celletjes die er dan misschien al zijn, hè, dat er dus hele vroege uitzaaiingen zijn, dat je die op dat moment misschien nog kunt vernietigen. En die neoadjuvante van de chemotherapie die voegt daadwerkelijk overlevenskansen toe. Maar dan moet je die ook wel kunnen geven. Hè? Want de meest effectieve chemotherapie die vereist ook een bepaalde conditie van de patiënt. Een minimale functie van de nieren, de nierwerking. Want de nieren moeten die chemotherapie ook weer uitplassen. En ook wat die chemotherapie betreft is dat ook niet in alle ziekenhuizen een standaard. Er zijn ziekenhuizen waar gewoon eigenlijk wordt geopereerd, waar ze die neoadjuvante van de chemotherapie niet geven of liever niet geven. En ook hier wil ik eigenlijk wijzen op die zonkersnormen, dat normeringsrapport. Dan zijn er een aantal studies, ook weer in de grote centra. Ook dat is weer terug te vinden op die Stichting Duos, waarbij we kijken naar het effect van die chemotherapie plus immunotherapie of immunotherapie alleen. En er zijn ook studies zojuist gestart in een aantal ziekenhuizen in Nederland, ook weer binnen dat Duosverband, waarbij we de immunotherapie toevoegen aan die chemoradiatie. Dus dat is ook weer een nieuwe behandelmogelijkheid in onderzoeksverband. Nou, tot slot de niet-spierinvasieve blaaskanker.
Dat is eigenlijk het domein van de uroloog. Maar ik noem het toch ook eventjes, omdat die immunotherapie daar ook wel een rol speelt en gaat spelen. Nou, van oudsher is dat natuurlijk het verwijderen van die blaaspoliep, het schoonkrabben van de blaas en eventueel die BCG-spoelingen. Nou, wat is BCG? Dat is eigenlijk een verzwakte tuberkelbacil. Dat is een hele ouderwetse immunotherapie. Want dat spoelen met die BCG in die blaas, dat geeft een ontstekingsreactie. En eigenlijk hoop je als een soort bystander effect dat die ontstekingsreactie, die afweercellen, dat die dan ook de blaaskankercellen gaan aanvallen. En als dat uiteindelijk allemaal niet werkt, dan is de blaasverwijdering de enige optie. Nou, wat we ondertussen hebben geleerd is dat die moderne immunotherapie, waarbij die kankercellen daadwerkelijk worden geholpen om kankercellen te herkennen, dat die ook wel werken bij niet-specifieke blaaskanker die helemaal niet meer reageert op BCG. En er zijn ook studies gaande nog steeds, waarbij patiënten die het echt niet doen op BCG behandeld kunnen worden met immunotherapie. En er zijn ook studies gaande, ook weer in een aantal centra in Nederland, waarbij de BCG wordt gecombineerd met die immunotherapie. Ook weer, kijk op de website, kijk waar de dingen allemaal lopen. Dat is het eind van mijn presentatie. Dit is een samenvatting van de mensen met wie ik eigenlijk allemaal werk in ons ziekenhuis en ons laboratoria. En voor de meest directe collega's die betrokken zijn bij de behandeling van onze patiënten met urologische kankers en chemotherapie of immunotherapie, is het eigenlijk dit plaatje met deze vijf trouwe bondgenoten. Dat is het eind van mijn presentatie, Chris. Ja, dankjewel, Ronald. Er zijn veel vragen binnengekomen over immuuntherapie. We gaan ze natuurlijk allemaal beantwoorden, maar misschien niet in deze sessie. En dan krijgt u een e-mailtje thuis waarop de specialist uw vraag beantwoordt. Maar ik wilde toch twee eventjes vragen. Ronald, één vraag was, zijn nou alle blaastumoren gevoelig voor die immuuntherapie? Want er zijn ook speciale blaastumoren die heel anders werken. Daar was een vraag over van iemand. Ja. De meest bekende blaaskanker is de kanker van, laten we zeggen, de binnenbekleding van de blaas. Dat is het ureteelcelcarcinoom. En ook dat ureteelcelcarcinoom is zeker niet altijd gevoelig voor immunotherapie. We kunnen dat ook niet goed voorspellen. Er zijn nog steeds geen betrouwbare testen om te zien welke ureteelcelcarcinoom nou wel of niet wordt herkend door de afweercel. En het heeft zowel te maken met die kankercel zelf als met de capaciteit van de afweercel. En in de praktijk is het zo dat je eigenlijk het moet geven en dat je na 3 kuren een scan moet maken om te zien of het aanslaat. Eigenlijk is het nog steeds niet goed van tevoren te voorspellen. Wat we wel weten, dat is dat blaaskanker soms een combinatie is van dat ureteelcelcarcinoom met andere componenten, een beetje plaveisel of een beetje adeno of een beetje kleincellig. En dan kan het wel degelijk effectief zijn. Maar als het bijvoorbeeld een puur kleincellig carcinoom is, dan is en blijft chemotherapie eigenlijk de enige effectieve behandeling. Omdat die aanslaat en ook goed aanslaat. En met de immunotherapie, ik wil niet zeggen dat het nooit aanslaat, maar je moet dan wachten en het is een hele onzekere behandeling. En er zullen zeker kleincellige blaascarcinomen zijn die gevoelig zijn voor immunotherapie. Maar dat moet dat in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Daar ga je echt helemaal de DNA van die kanker ga je analyseren. Dat kunnen we doen. Dat kan in een aantal ziekenhuizen in Nederland. Ja, iedereen kan wel bedenken dat het uiteindelijk toch het Antonie Verleeboek is, of het Erasmus MC of het Radboud UMC. Dat zijn toch de grootste centra op dit gebied. Die doen dan zo'n DNA-analyse van die kanker. En dan kan het wel degelijk zijn dat er een aanknopingspunt is voor immunotherapie of voor een hele andere nieuwe stof. Nou, dus het is niet zo dat er alleen maar chemo is bij kleincellig carcinoom. Alleen moet je dan zorgen dat je als tweede stap kiest voor een centrum waar eventueel aanvullende mogelijkheden zijn. Ja, heel helder. Ik denk dat de vragensteller ook een goed antwoord geeft, waar u voor hele specifieke vragen daaromtrent terecht kunt. Een kleine laatste vraag. Mensen hebben gehoord dat BCG op is. De BCG voor de blaaspoeliger. Moeten we daarmee? Of wat kun je daarover zeggen? Ja, dit is een hele moeilijke vraag. En het is een hele politieke vraag. Want dan worden we als dokter eigenlijk altijd meteen vals. Want we hebben in Nederland een tekort aan heel veel medicijnen. En dat is denk ik omdat we
als een soort kruideniers en alles moest gekopen. We wilden voor een dubbeltje op het eerste rang. Hebben we alles maar uitbesteed aan China en India. En er hoeft dan maar iets te gebeuren. En er is een tekort. En die BCG-productie is helemaal niet zo makkelijk. Er zijn kwaliteitseisen om dat goed te kunnen. En dan kan het dus zomaar zijn dat een fabriek in India of in China op een gegeven moment denkt van, nou, ik geef de pijp aan Maarten, ik stop ermee. En de fabrieken in de westerse wereld zijn er dan eigenlijk al mee gestopt, omdat ze niet meer konden verkopen, omdat ze inderdaad wat duurder waren. Maar ja, de patiënt wil weten, is er een alternatief? Ja, dat is echt een lastig punt. Nou is het zo dat in de meeste centra in Nederland het nog wel beschikbaar is. Niet altijd alle gewenste kuren. Wij hebben het hier nog wel. In de studies is het ook beschikbaar. Maar ja, ik kan niet helemaal zeggen dat er geen probleem is. Maar datzelfde geldt voor 200 andere geneesmiddelen in Nederland, waar kortere of langere tijd gewoon een tekort aan is. Ja, maar bijvoorbeeld in combinatie met verwarmde stoffen en ook verwarmde chemotherapeutische stoffen, zou je het naar een alternatief. Ja, daar kun je dus, er zijn een aantal gevallen kun je dus een escape. Je kunt verwarmde chemotherapie geven. Dat zijn mogelijkheden om een alternatief voor die BCG-spoedingen te kunnen bedenken. Dat klopt. Goed. Nou, heel hartelijk dank. Even één ding. Ja. Mensen kunnen natuurlijk vragen stellen, maar ze moeten zich ook realiseren dat er op die stichting Duos, daar zijn forums. Een forum prostaatkanker, forum blaaskanker, forum zaadbalkanker, forum nierkanker. Ze kunnen ook daar hun vragen stellen, buiten de reguliere zorg om. En de experts, en dat zijn over het algemeen de bestuursleden van de stichting Duos, proberen die vragen ook te beantwoorden. En als je die vraag stelt op het forum, dan komt die ook echt, en dan kunnen andere mensen de vraag en het antwoord ook lezen. Dus je maakt het dan ook wel veel breder toegankelijk voor het publiek. Ja, nou daar is ook dit voor bedoeld natuurlijk. Hè. Veel vragen te kunnen stellen. Iedereen en elke vraag vindt zijn weg. Want ook bij kanker.nl kunt u bij specialisten terecht om uw vraag via de mail te stellen en daar binnen 5 dagen antwoord op te krijgen. We gaan over naar de laatste presentatie van Martine. En zij gaat het hebben, want we hebben nu allemaal gehoord, de stoffen die we toepassen of de behandelingen die we toepassen kunnen wel eens heel toxisch, heel giftig zijn voor datgene waar we ook aan moeten denken, dat is de vruchtbaarheid. En terwijl jij je presentatie misschien voorzet, Martine, geef ik Martijn nog even een vraag uit de chat. Want Martijn, iemand heeft de vraag, die PSMA-scan, daar ben ik wel van onder de indruk. Die kan die plekjes binnen en buiten die prostaat nou zo mooi zien. Is er ook een PSMA-scan voor blaaskanker? Dat is een hele interessante vraag. Een PET-scan is in staat om, als je weet welk eiwitje je zoekt van een tumor, heel precies dingen aan te tonen. Maar ja, je moet wel op zoek naar een eiwitje wat altijd op zo'n tumor zit. En van blaaskanker is er wel bijvoorbeeld de FDG-PET-scan, die in bepaalde situaties ook wordt toegepast. Maar dat is niet zo'n heel specifiek proces wat dan eigenlijk wordt aangekleurd. Dat heeft meer te maken met glucoseverbranding in cellen. Maar daar zijn natuurlijk wel ontwikkelingen in. Maar er is nu nog niet een scan beschikbaar, naar mijn weten, die voor blaaskanker zo ontzettend precies is in het ontdekken van hele kleine afwijkingen. Maar we zijn natuurlijk ook hier in dit centrum dagelijks op zoek naar stofjes die tumoren kunnen aantonen. Helemaal helder. De PSMA-scan werkt dus niet bij blaaskanker. Maar net als dat bij prostaatkanker ook gebeurd is in de afgelopen jaren, er wordt hard gezocht naar dat soort tracers, naar nieuwe stoffen, om die uitgezaaide ziekte bij blaaskanker wel goed, beter dan met de huidige middelen aan te tonen. En ook dat onderzoek wordt gedaan in het Erasmus MC vanuit deze samenwerkende groep. Martine, jij gaat ons vertellen over de vruchtbaarheid en kinderwens bij zaadbalkanker. Ja, dankjewel voor je introductie. Ik ben dus werkzaam als verpleegkundig specialist hier in het Erasmus MC Kankerinstituut. En zaadbalkanker is mijn aandachtsgebied. En graag vertel ik jullie iets meer over vruchtbaarheid en zaadbalkanker. Nou, in Nederland krijgen ruim 800 mannen per jaar de diagnose zaadbalkanker. En in 80% van de gevallen zijn deze mannen jonger dan 45 jaar. Wat eigenlijk betekent dat een groot deel van hen op een leeftijd zit waarop je normaal gesproken een gezin sticht. Helaas zijn zaadbalkanker en vruchtbaarheidsproblemen aan elkaar verbonden. Want enerzijds kunnen bestaande vruchtbaarheidsproblemen een hoger risico geven op zaadbalkanker.
En aan de andere kant kan zabelkanker de behandeling daarvan vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken of bestaande vruchtbaarheidsproblemen verergeren. Nou, wat is dan normale vruchtbaarheid? Nou, normaal is als je per milliliter zaadlozing meer dan 15 miljoen zaadcellen hebt. En het sperma bestaat eigenlijk uit twee delen. Dat is enerzijds de zaadcellen die dus in de zaadballen of de tilballen worden gemaakt. En anderzijds de vloeistof die de zaadcellen vervoert. Vruchtbaarheid zegt iets over de kwaliteit van de zaadcellen. En dat wordt dan weer bepaald door drie dingen. Dat is enerzijds de hoeveelheid zaadcellen, de bewegelijkheid van de zaadcellen en de vorm van de zaadcellen. Vruchtbaarheidsproblemen kunnen een aantal dingen betekenen. Bijvoorbeeld een verminderd aantal zaadcellen in het sperma, de afwezigheid van zaadcellen, onvoldoende bewegelijke zaadcellen of zaadcellen met een afwijkende vorm of een combinatie van deze factoren. Nou, dit kan je onderzoeken door middel van een spermaonderzoek. De invloed van de behandeling van zaadbalkanker. Er zijn natuurlijk verschillende behandelingen die invloed kunnen hebben op je vruchtbaarheid. Als je één zaadbal moet missen, kan je in de meeste gevallen nog wel gewoon normaal vruchtbaar zijn. Ik zie gelukkig in mijn praktijk genoeg mannen met één zaadbal die nog op een gewoon natuurlijke wijze een kind hebben gekregen. Als je beide zaadballen moet missen, dan ja, heb je helemaal geen zaadcelproductie meer. Dus dan ben je sowieso aangewezen op, zoals dat heet, geassisteerde voortplantingstechnieken met behulp van ingevroren zaadcellen. Een klieroperatie in de buik kan een verstoorde zaadlozing geven. Chemotherapie kan de vruchtbaarheid tijdelijk of blijvend aantasten. Bestraling op de bal, dat wordt eigenlijk gedaan bij een voorstadium van zaadbalkanker. En als je dan die bal bestraalt, dan kan die vruchtbaarheid van die bal worden aangetast. Van de psychologische impact van de behandeling word je natuurlijk niet onvruchtbaar. Alleen kan dat wel invloed hebben op je dagelijks leven en op de intimiteit en seksualiteit die je met je partner hebt. En ook op je relatie met je partner. De klieroperatie van de buik, net ook al genoemd. Hierbij worden één of meerdere lymfeklieren in de buik verwijderd. Dat kan bijvoorbeeld zijn als diagnostiek. Een van die klieren is aan het groeien en we willen weten of die kwaadaardig is en halen met de operatie weg. Maar wat ook heel vaak gebeurt is dat die lymfeklieren na chemotherapie worden verwijderd, omdat er bijvoorbeeld nog te veel restweefsel in die buik zit wat er dan met de operatie moet worden uitgehaald. En wat er met zo'n operatie helaas nog wel eens gebeurt is dat er dan een soort zenuwschade ontstaat waardoor de zaadlozing niet goed meer loopt. En in de meeste gevallen betekent dat dat die zaadlozing in plaats van, zoals je op het plaatje kan zien, normaal moet die zaadlozing naar beneden gaan. Alleen gaat die dan de verkeerde kant op en schiet de zaadlozing de blaas in. En in enkele gevallen is er helemaal geen zaadlozing meer. Nou, als je hier last van hebt, noemen we dat ook wel een droog orgasme. Dus je krijgt wel gewoon normaal een erectie. En je komt ook gewoon klaar. Alleen als je klaar komt, komt er niets meer uit. Als je zo'n operatie moet ondergaan, is het belangrijk van tevoren zaadcellen in te vriezen. Ja, alleen dat kan niet altijd. Als je net chemotherapie hebt gehad, dan kan dat niet. Maar als dat niet het geval is, moet je zeker zaadcellen invriezen om te voorkomen dat je last krijgt van deze complicatie van de behandeling. Chemotherapie kan een risico geven op blijvende onvruchtbaarheid. In ieder geval tot 1 jaar na chemotherapie moet je een zwangerschap sowieso zien te voorkomen. En dat heeft dan niet zozeer met je vruchtbaarheid te maken, maar meer met de schade aan het DNA van de zaadcellen. Dus tot 1 jaar na chemotherapie moet je actief anticonceptie gebruiken. En als de chemotherapie 1 jaar geleden is, dan heb je de mogelijkheid om je vruchtbaarheid te gaan testen. Alleen dat herstel kan soms wel 3 tot 5 jaar duren. En wat we in de praktijk zien is dat na 2 jaar ongeveer 50% van de mannen weer vruchtbaar is. En na 5 jaar is dat ongeveer 80%. Dus als je na 1 jaar na chemotherapie je vruchtbaarheid laat testen en je bent nog niet vruchtbaar, laat je niet direct ontmoedigen, want dat herstel kan langer duren. Dus misschien heeft het wat meer tijd nodig. Ook bij chemotherapie is het belangrijk dat voorafgaande aan de behandeling zaadcellen worden ingevroren. Nou, de impact van de ziekte en behandeling. Want misschien dat je door vermoeidheid gewoon minder zin of minder energie hebt om te vrijen met je partner. Of is er sprake van angst en onzekerheid over je diagnose en je toekomstperspectief. Of angst of je nog wel op een natuurlijke manier vader kunt worden. Of er sprake van een veranderd zelfbeeld. Want misschien vind je jezelf niet meer aantrekkelijk omdat je 1 of
twee zaadballen moet missen. Of omdat je een litteken op je buik of in je lies hebt. Ja, en daarnaast natuurlijk ook... van tevoren heb je misschien wel een heel plaatje bedacht van ik wil zus en zoveel kinderen. En de ziekte zaadbalkanker kan dan behoorlijk goed in het eten gooien. En invloed hebben dus op jouw perspectief wat je had over het stichten van een gezin. En daar kan ook sprake zijn van rouw, dat je een soort gevoel van verlies ervaart omdat je of geen kinderen meer kunt krijgen of dat het alleen nog maar lukt met medisch ingrijpen. Vraag en zoek hulp, dus praat erover met bijvoorbeeld je aanspreekpunt in het ziekenhuis of met een goede vriend of met je partner. En als je er niet uitkomt, zoek professionele hulp. Nou, de begeleiding bij kinderwens en behandeling voor vaderschap hoort echt thuis bij een zaadbalkanker-expertisecentrum. Dat slaat ook een beetje aan op de vorige sprekers over de Sonkels-normen. Maar ja, zeker dit soort vraagstukken vraagt wel om voldoende expertise. Dus laat je vooral doorverwijzen. Nou, voor vruchtbaarheidsproblemen hebben we een aantal oplossingen. Het invriezen van zaadcellen, zoals net al eerder genoemd is. IUI, IVF, ICSI, het zaadcellen uit de urine halen, de these. En als het echt niet meer lukt om zelf een kind te krijgen, dan hebben we alternatieve opties zoals donorzaad, adoptie of pleegzorg. Nou, het invriezen van de zaadcellen, ik heb een heel mooi plaatje gevonden. Laat je niet ontmoedigen door de enorme hoeveelheid in dit potje. Want het zijn misschien wel 10 zaadlozingen bij elkaar in één potje. Want normaal is een zaadlozing maar iets van 1,5 milliliter. Dat is meer illustratief. Nou, het opvangen van de zaadlozing gebeurt door middel van masturbatie. En dan wordt de zaadlozing in een potje opgevangen, waarna vervolgens het sperma in rietjes wordt opgeslagen in vloeibare stukjes stikstof. En je sluit dan met het centrum waar je dat doet een contract af, ook wel een bewaarovereenkomst, voor 5 jaar. En in dat contract geef je dan aan wat je wilt dat er na ontbinding van het contract met jouw zaadcellen gebeurt. En als je contract verloopt, na 5 jaar krijg je een brief thuis met een aantal opties erin. Zoals het verlengen van het contract voor weer 5 jaar. Of als je niet meer gebruik kan maken van je opgeslagen zaadcellen. Of je hebt het niet meer nodig. Dan kunnen de zaadcellen worden vernietigd of kun je ze beschikbaar worden gesteld voor de wetenschap. Een beetje wat je zelf hebt aangegeven. In het Erasmus MC bieden we ook de mogelijkheid voor counseling. Dus dan kan je op gesprek komen, kan er een vruchtbaarheidsonderzoek worden gedaan. En kan er voor jouw specifieke situatie worden gekeken wat de beste opties zijn als je een actieve kinderwens hebt. Je kan overigens ook in dat contract de naam van je partner laten opnemen. Dat stel dat je in onverhoede gevallen toch zou komen te overlijden, dat je bijvoorbeeld toestemming geeft dat je partner gebruik kan maken van je zaadcellen. Maar als je dat hebt gedaan, dan moet je vooral niet vergeten dat als die relatie stuk loopt, dat je dan dat aan laat passen in je contract. IUI, dat is intrauterine inseminatie. Daarbij worden zaadcellen heel hoog in de baarmoeder ingebracht. En dit kan eigenlijk alleen maar worden gedaan als er voldoende bewegende zaadcellen zijn en als de vrouw normaal vruchtbaar is. Van tevoren worden die zaadcellen wel opgewerkt, zoals dat heet. Wat betekent dat ze de bewegende zaadcellen scheiden van de niet bewegende zaadcellen. Dat ze dan eigenlijk alleen maar de goed bewegende zaadcellen inbrengen. En dan hebben we IVF en ICSI. IVF of staat ook al bekend als de reageerbuisbevruchting, zoals dat vroeger zo mooi heette. En hierbij krijgt de vrouw hormoonbehandelingen om de eicellen op te wekken. En als die eicellen dan geoogst zijn, dan worden ze in een schaaltje gelegd en worden de zaadcellen bijgedaan. En wordt er gewoon gewacht tot er een bevruchting plaatsvindt. En als dat het geval is, wordt na een aantal dagen het embryo teruggeplaatst. En bij een ICSI-behandeling is eigenlijk de procedure bij de vrouw precies hetzelfde. Alleen wordt er dan 1 zaadcel geselecteerd die direct in die eicel wordt gespoten. En als dat ook tot een succesvolle bevruchting leidt, wordt dan ook na een aantal dagen het embryo teruggeplaatst. Zaadcellen uit de urine halen, dat kan dus als je na zo'n klieroperatie in de buik last hebt, dat de zaadlozing in de blaas terechtkomt. Dat noemen we ook wel heel mooi retrograde ejaculatie. En wat er dan gebeurt is dat je gaat masturberen en dat dan nadien uit de urine de zaadcellen worden gehaald. Er wordt ook wel gebruik gemaakt van een speciale blaaspoeling om te zorgen dat die zaadcellen ook in die urine kunnen overleven. Deze zaadcellen zijn eigenlijk ook alleen maar geschikt voor
ICSI of IVF. En dan hebben we nog de these en de oncothese. Bij een thesebehandeling dan wordt er eigenlijk een klein hapje weefsel direct uit de zaadbal gehaald door middel van een kleine ingreep. En uit dat hapje weefsel worden dan de zaadcellen gehaald. En bij een oncothese wordt dat hapje weefsel uit de zieke zaadbal gehaald. Eigenlijk op hetzelfde moment dat die wordt verwijderd. En dat doen ze bijvoorbeeld als er voor de operatie of voor start chemotherapie geen levende zaadcellen in het sperma aanwezig zijn. Deze methode is alleen maar geschikt voor ICSI-behandeling. En er zijn in Nederland 6 thesecentra. En Erasmus MC is daar één van. Dus laat je vooral doorverwijzen. Zo zijn er ook nog een aantal factoren die je vruchtbaarheid kunnen beïnvloeden en ook waar je zelf invloed op kan uitoefenen. Dat eerste, leefstijl, is daar één van. Uit onderzoek blijkt dat overgewicht, roken, maar ook overmatig drankgebruik en drugs invloed heeft op vruchtbaarheid. Dus zorg vooral voor een gezonde leefstijl. Zorg voor een gezond gewicht, beweeg genoeg, rook niet, wees matig met alcohol en gebruik geen drugs. Zaadcellen houden niet van warmte, dus frequent naar de sauna of veel te strakke onderbroeken wordt afgeraden. Als je koorts hebt of net koorts hebt gehad, dan kan dat ook invloed hebben op je vruchtbaarheid tijdelijk. De frequentie van de zaadlozing, nou, te veel klaarkomen is niet goed, maar te weinig ook niet. Dus het is eigenlijk optimaal om 1 keer per 3 dagen een zaadlozing te hebben. Hormonen, daar heb je zelf niet zo heel veel invloed op, maar dat kan door de uroloog, androloog van het centrum worden getest als je bijvoorbeeld je vruchtbaarheid laat testen. Want ook bijvoorbeeld je testosteron kan invloed hebben op vruchtbaarheid. Als je beroepsmatig werkt met chemische stoffen, dan kan ook van invloed zijn op je vruchtbaarheid. En laat dat vooral je daarover adviseren. Ook door een uroloog in het expertisecentrum. En er zijn wat betreft aanvullende geneeswijzen geen overtuigend wetenschappelijk bewijs dat bijvoorbeeld acupunctuur of homeopathische middelen dat het van enig nut is. Nou, nog mijn tips aan jullie. Bespreek je vruchtbaarheid en je kinderwens. Dus zeg tegen de uroloog die jou gaat opereren van, goh, ik heb een kinderwens. En bespreek dat ook met je oncoloog, radiotherapeut, wie dan ook, of met je verpleegkundig specialist of de oncologieverpleegkundige. En zorg dat je tijdens je behandeltraject en in het controletraject een vast aanspreekpunt hebt in het ziekenhuis met wie je met je vragen terecht kunt. Laat je verwijzen naar een centrum, dus een zaadbalkanker-expertisecentrum. Want daar is alle kennis en kunde aanwezig om zowel jouw ziekte goed te behandelen als ook jouw vruchtbaarheidsvraagstukken. Nou, het contract sluit je dus af voor 5 jaar. Nou, stel dat je twijfelt na 5 jaar of je het moet verlengen, vraag dan een counselingsgesprek aan. En laat je bij problemen met verwerking vooral doorverwijzen als je vastloopt. En kijk heel goed naar op welke factoren jij zelf invloed hebt. Nou, op deze slide staan een aantal sites waar je informatie kunt vinden over vruchtbaarheid en ook over zaadbalkanker. En hier zie je ook de 4 professionals uit van ons voortplantingscentrum. Dat zijn de 3 andrologen en de verpleegkundige specialist. En dit ben ik. En bedankt. Dankjewel, Martine. Een fraai overzicht van alle mogelijkheden die er zijn. Hè, als er verminderde vruchtbaarheid is. Dus natuurlijk op elke leeftijd heb je een aantal dingen aangetipt die van belang zijn. Hè. Niet alleen voor jongeren, ook voor ouderen. Ik heb begrepen dat het Erasmus MC een speciaal centrum geopend heeft vanuit het Kankerinstituut voor jonge adolescenten. Ja. Om toch eens een beetje buiten die spreekkamer om ook wat informatie te halen. En misschien jonge adolescenten, maar misschien hun ouders ook. Ja, wij als AJA, we hebben een AJA kenniscentrum zijn wij in het Erasmus MC. Dat is speciaal voor jongvolwassenen. Dus jonge mensen tussen de leeftijd van 18 en 35 jaar die deze diagnose krijgen. Omdat die zorg voor die mensen toch echt wel anders is dan voor iemand van 60 bijvoorbeeld. En zeker vragen over vruchtbaarheid spelen heel veel onder deze patiëntengroep. Ook onder hele jonge mensen, want als jij 18 jaar bent, heb je waarschijnlijk helemaal nog niet nagedacht over of je kinderen wil. En moet je toch bij jullie op het voortplantingscentrum zo'n potje sperma gaan inleveren, terwijl je daar eigenlijk helemaal nog niet over hebt nagedacht.
Ja, dat is wel een grote impact op de rest van je leven. Ook als je later een relatie aangaat, want misschien ben je wel onvruchtbaar. En ja, dit zijn wel vragen die bij dat soort jonge mensen leven. En daar hebben wij dus een speciaal team voor, die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van dit soort jonge mensen. Want zo is er ook een vraag in de chat van, was ook een kankertraject bij een patiënt, een jonge patiënt. Maar nou bleek eigenlijk dat het opgespaarde zaad van voor de behandeling ook al niet goed was. Dan doemt de vraag zich op, kan er ook sprake zijn van infertiliteit, vruchtbaarheidsverlies voor een kankerbehandeling? Ja, dan wist je dat misschien niet en kan onvruchtbaarheid zelfs leiden tot kanker. Nou, of onvruchtbaarheid kan leiden tot kanker, dat durf ik niet te zeggen. Maar je ziet wel, er zijn een aantal risicofactoren voor het ontstaan van zaadbalkanker. Zoals een niet goed ingedaalde zaadbal. Maar ook vruchtbaarheidsproblemen is een risicofactor voor het ontstaan van zaadbalkanker. Dus niet dat de onvruchtbaarheid de zaadbalkanker veroorzaakt, maar het is een risicofactor. Omdat er toch blijkbaar ergens een aanlegfoutje zit. Ja, een vroeg aanlegfoutje, ja. Ja. Ik wou eigenlijk nog even aan Paul vragen, want die is nou die specialist op die sparende behandeling. Als je nou testiskanker, zaadbalkanker hebt, kan dat dan ook? Zou je dan ook maar een deel van die zaadbal kunnen behouden? Kan ik hierin praten? Ben ik dan te verstaan? Ja. Dat kan ook. En daar wordt niet heel vaak gebruik van gemaakt, omdat als er een tumor ontdekt wordt in de testis, dan is die vaak te groot om een zinvol deel van de testis te bewaren. Dan kan er wel, als de testis wordt verwijderd, kan er wel gekeken worden met een microscoop of er zaadcellen zijn. En die kunnen dan ook worden ingevroren. Dus die combinatie is mogelijk. Maar het komt ook voor dat er een hele kleine afwijking is. En dan is een sparende behandeling mogelijk. Ja. Nou, dat is in ieder geval ook goed nieuws om dat mee te nemen, hè, voor de mensen die een behandeling moeten ondergaan voor zaadbalkanker. Ronald. Martine heeft het al gezegd, er zijn uiteindelijk maar 800 patiënten per jaar in Nederland met de diagnose zaadbalkanker. En dat maakt het nog belangrijker om na te denken over die expertisecentra. Want er zijn eigenlijk maar 2 erkende expertisecentra in Nederland. En dat is Groningen en dat is het Erasmus. En dat kan niet genoeg, denk ik, onderstreept worden. Want het gaat natuurlijk niet alleen om die maximaal behoud en kansen voor fertiliteit en zorg omtrent die patiënten, dat ze na hun behandeling misschien nog kinderen kunnen krijgen. Maar het gaat ook om de uiteindelijke genezingskansen tijdens de behandeling met chemotherapie en de expertise van het opereren van chemotherapie restlesies in de buik, wat vaak nodig is. En de moeilijkheid met zaadbalkanker is dat het overvalt. Het is een acute diagnose. De mensen worden vaak dezelfde dag of de dag daarna geopereerd. Dat maakt dat de mensen ook nagenoeg niet de tijd hebben om zich te oriënteren. Dat staat dus wel eens die succesvolle oogsting van zaad in de weg. Maar in die eerste dagen daarna is het wel belangrijk dat je je oriënteert van, ben ik op de goede plek? Heb ik een beperkt uitgezaaide zaadbalkanker? Heb ik een meer uitgezaaide zaadbalkanker? Daar wordt dan gezegd, goede prognose, intermediaire prognose, slechte prognose. En zeker in die laatste gevallen moet je echt zorgen dat je in een van die expertisecentra terechtkomt. Ja, want het moet toch wel duidelijk zijn, hè, dat al de kankers die we vanmiddag behandeld hebben, toch wel vanuit alle hoeken van specialisme bekeken worden. Hè. We hebben de radiotherapeut nodig, we hebben de patholoog nodig, de uroloog, de medisch oncoloog. Kortom, de complexiteit en de mogelijkheden die er zijn, zijn veel, maar dat maakt het ook complexer en er is veel overleg nodig. Ik heb nog een laatste vraag uit de chat, voordat we gaan sluiten, een kwartiertje na de voorgenomen tijdspunt. En die is nog even voor Ronald. Het gaat over de blaasspoelingen bij blaaskanker, dus het oppervlakkige blaaskanker, die mitomycine. Eigenlijk 2 onderdelen. Wat kan dat voor kwaad? Dus wat voor effect heeft dat soort behandeling? En ook kan het verstoord worden als je voor een blaasontsteking met antibiotica behandeld moet worden. Kun jij daar nog iets over zeggen? Die mitomycine is een alternatief.
verwarmde mitomycine wordt ook al gebruikt. Dat is dus eigenlijk klassieke chemotherapie die je dan in de blaas inbrengt. Dus dat is een andere benadering dan BCG. Het is een alternatief. Ik denk dat internationaal de standaard BCG is. Maar ja, nogmaals, een van die vragen is ook, van als het nou op is. Nou ja, inderdaad, dan is die verwarmde mitomycine is een alternatief. Daar doe je dus niet fout mee. Nood breekt wet, denk ik dat je dan kunt zeggen. Antibiotica hebben, voor zover ik weet, geen invloed. Tuberculose bacteriën zijn niet gevoelig voor de gangbare antibiotica die je geeft bij een blaasontsteking. Dus ik denk niet dat dat een nadelige invloed heeft op het effect van de BCG. Ja, ik denk dat we dat kunnen bevestigen. Dus ook die vraag is de wereld uitgeholpen. Ik dank alle mensen die aan de lijn of aan de camera hebben gezeten voor hun input en hun vragen. Ik hoop dat ze voldaan hebben aan de verwachtingen. Ik dank de sponsor nogmaals voor de mogelijkheid om dit voor u en voor ons mogelijk te maken. Het was interessant. Nogmaals, dank voor uw chats. We zullen uw overige vragen via de mail beantwoorden. En wellicht mag ik zeggen tot een volgende keer in dit digitale tijdperk. Hartelijk dank en een fijne middag verder.